na zo'n minuut of 16 mag je ook constateren dat Den Haag wat beter speelt en ook gevaarlijker is dan Volendam. Tempelaar, oh, en nu heel makkelijk scoren natuurlijk. Is het doelpunt of niet? Het wordt niet gegeven. Wat krijgt Van Leeuwen? Dat een enorme kans. Gaat hij nog eens kijken in die herhaling. 17e minuut, die knal van Tempelaar kwam van de lat terug. Heel eenvoudig kon Van Leeuwen scoren, hij deed het niet. Snelle reactie overigens van Hoek. André. Kramer komt er voorlopig daar nog niet aan in die voorste lijn. Heeft het ook erg moeilijk. Staat helemaal alleen in die spits bij Volendam. Overtreding van Fred André, dacht ik. Wel Van Dijken, had ik maar eens een keer voor gefloten. Dat doet het niet, het spel gaat verder. Volendam ziet u in balbezit via Braan. En de man die nog helemaal niet in het spel is geweest, dat is deze man. Tol. Pier Tol. Foutje. Tol schiet. Hoe is het mogelijk? Tol heeft 2 keer die bal aangeraakt. En dan gaat hij nog scoren ook. Zeker tegen de verhouding in. In de 22e minuut komt Volendam op een 1-0 voorsprong na een aantal fouten in die verdediging van Den Haag. En dat ziet u nog eens even in de herhaling. Simon van Vliet. Aad Kila. Erg felle tackle van Tol. Oppassen voor buitenspel voor de Den Haag-spelers natuurlijk. Nummer 3. Jol. Schoenmaker gekopt. Op zijn slot van Leeuwen. Goal. Henk van Leeuwen scoort. 13e goal van dit seizoen. Heeft een aantal kansen gemist, maar maakt veel goeds met deze gelijkmaker. In de 26e minuut. Na die vrije schop van Martin Jol. Foutje van Ouwehand. Kramer is sneller. Die laat zich niet van die bal afdringen. Kramer, en die gaat misschien scoren. Moet hij snel schieten. Doet dat en scoort. Wel, weer tegenverhouding in, moet ik zeggen. In de 21e minuut van de tweede helft scoort Frank Kramer. Daar een fout van Ouwehand. Kramer liet zich niet van die bal afdringen. Werd ook niet door Ouwehand onderuit gehaald, zou je zeggen. Sportief, maar wel dan een achterstand voor FC Den Haag. 2-1. Dat is een mooi moment. Max zegt tegen het doelman Hoek, ga er weer uit. En Hoek, geblesseerd als hij is, wenst er toch niet uit te gaan. Komt er dan nu wel uit. En ik wil dat u nog even close in beeld krijgt. Want daar ziet u de uitblinker van vanmiddag. Frans Hoek, u hebt het al gezien aan zijn talloze reddingen. Heeft geweldig gespeeld voor Volendam. Doelman Frans Hoek. En zijn vervanger heet Hoogland. Ouwehand. Jol, buitenspel, wacht ik even voor Van Leeuwen, die mag gaan scoren, doet dat. Vlak van de grens zegt er ging de hoogte in. En alle Volendam-spelers zullen nu ongetwijfeld natuurlijk naar scheidsrechter Van Dijken gaan. Om te zeggen dat de vlak van zijn grens de hoogte in ging voor buitenspel. In ieder geval scoort Van Leeuwen in de 25e minuut. En u ziet, nee dat ziet u niet, maar de spelers van Volendam rennen allemaal op scheidsrechter Van Dijken af. En die gaat dan nu even met zijn grensrechter praten. Ik moet zeggen, de grensrechter was zeer definitief. Vlag ging direct de hoogte in. En dan scoort Den Haag toch. En is de stand 2-2. Simon van Vliet. Op Tempelaar. Voorzet van Tempelaar. Ingekopt. Jongen, wat een mooie goal is dat. Doelpunt van Henk van Leeuwen, 30e minuut, tweede helft. Hoogland stond misschien iets verkeerd opgesteld. Bal zeilde over hem heen in de linkerhoek. En Den Haag leidt met 3-2, 3 goals van Henk van Leeuwen. Zuivere hattrick. Martin Jol, combinatie met Schoenmaker. Er komt Lex Schoenmaker. En nu dacht ik even naar buitenspel. Van Jol wordt niet gegeven. Van Leeuwen staat achterin bij die tweede paal, daar komt hij weer. Schoenmaker, goal! Wel, de combinatie Jol, Van Leeuwen en dan Schoenmaker heeft van dichtbij scoren. 3 minuten voor tijd en dat is de beslissing. En Den Haag leidt met 4-2. Jonk. Romeo Zondervan. Simon van Vliet, de paas op rechts op Martin Jol. Nou, kijken of het 5-2 gaat worden. Martin Jol makkelijk langs de doelman. Van Leeuwen staat er voor de goal, maar hij scoort dan zelf en brengt die stand op 5-2, doet dat in de blessuretijd. 5-2 voor Volendam door een goal van Martin Jol, nadat Volendam natuurlijk alles op de aanval heeft gegooid. En daarna plenty kansen krijgt om de score te verhogen. Eindsignaal direct van scheidsrechter Van Dijken.